on the back, look like Lex, sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, ja, natuurlijk Fischer hier weer. En vandaag weer een nieuwe FIFA Career Mode. Geef natuurlijk alvast een blauwe duimpje omhoog te geven. 100 likes moet toch wel kunnen halen, jongens. Steun me. Alsjeblieft. En we gaan kijken wat we gaan doen. We gaan even naar het kantoor toe. Want we hebben een eentje staan daar. Postvak in. En wat is gesprek met spelers? Oh ja, dat was die Adam Taggart. Hè? Die had de vorige keer had hij al een berichtje achtergelaten. Ik wil meer speeltijd. Ik wil meer speeltijd. Nou, weet je wat? Dan gaan we dat doen, toch? Dan ga je al meer speeltijd geven, jongen. Het is alleen maar goed voor het moraal van het team. Ja, toch? Even kijken. Standaard Fulham. We gaan even kijken daar. Als het goed is, was het Taggart. Oké, we gaan lekker spelen. We gaan verder. Simuleren die shit. Ja toch? Mogelijke posities bondcoach. Nou, die had ik al vorige keer laten zien. Ik krijg natuurlijk opnieuw dat berichtje en zo. Dat ik, oh, blabla, ik ben populair. Je weet het zelf. Ja toch? En prima, vind ik dat. We gaan in ieder geval tegen uitspelen tegen hoe heet het ook een club ook weer? Rotherham United. Yay! Weer die Engelse regen shit altijd, jongen. Dag Evert. Ik ben bang dat de wedstrijd van vandaag meer op een waterbelet zal gaan lijken. Oh, ik haat regen. Begin al pas op het veld te staan, hoor. Interessant om zijn naam vandaag in de opstelling te zien. Na zijn niet al te indrukwekkende prestaties de laatste tijd. Ja, maar ja, je moet gewoon een beetje het geloof geven aan de mensen, hè? Dat anders ze. Oh, aidsbal. Ja, ja. Kom op. Die bal zweeft prachtig richting de voorhoek. Voorzet. Hey, scheids. Nee hoor. Prima tussen. Dat is helemaal niks, man. Hey, Fishy. Niet dat zo doen, hè. Bal hallo. Afzender. Hallo. De bal gaat uit. Doeltrap. Mooi zo. Ja. Dus, opnieuw balbezit dus. Hup, even consolideren die bal. Wat een moeilijk woord voor mij. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Pak het. Hey! Oh, vandaar. Ruiz. Ah! Wat een paniek! Hoogland. De paas lijkt goed te zijn. Hey! What the fuck? Wat gebeurt daar? Wow! Ja! Dat is dan mijn tweede klasse, hè, zullen we maar zeggen. Hey, kom op, die balletje moet je net even meekrijgen. Dat is zo kut, jongen. Zijkant aan de aanval. Maar het gaat wel goed. Het gaat. Dan schiet hij. Oeh. De bal strandt ergens in de verdediging. Hey! Oh, we zijn nog binnen. Weg. Balbezit. Komt er een kans? Ah! Hey! Ik heb die bal nog. Hey! Scheidsie! Kom op! Gele kaart, man. Laten we nog een taal mislukte paas. Bal gaat over de zijlijn. Daar zal hij toch van balen, hoor. Hé, wat is dat voor een kutballetje? Blijft altijd een beetje moeilijk te vinden om waar je naartoe moet gaan spelen, hè? Dat soort shit. Oh! Nee, die bal gaat er niet in. Hij sprong zo hoog als hij kon, maar kon er toch niet voorbij. Nee, de bal is gewoon te hoog om goed te kunnen inkoppen. Oké. Ah, dat is net niet dat balletje er langs, hè? Dat is zo irritant. En dat, soort. Oh, ja, als je soms kijkt naar een balletje en dan lijkt het net alsof je het balletje goed krijgt en dan loop je dat. Oh, dan krijg je. Oh! Wordt dit een doelpunt? Oh, die leek recht op het doel af te gaan. Nou. Want tegen Man United krijgen we in de kruising. Alles behalve dat moest ik doen. Oh.
Dat was een overtreding. De scheidsrechter geeft een vrije trap en misschien komt er ook nog wel een kaart. De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Ik pak hem over. Ik dacht dat het tijd was met sliden, maar het ging niet allemaal volgens de plan. Ja, ja. Kom op. Ah, kom op. Net dat balletje niet mee, jongen. Moet toch een beetje mazzel moet je toch wel hebben. Green. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Hé, hey, scheids. Oh, oh, oh. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Oh, 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 oh. Richardson. Jezus, mensen. Ze spelen dan goed hoor, jongens. Ah, hij speelt natuurlijk volledig op de aanval. Hey. De bal zit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Ruiz. Ah, kutbal. Daar spelen wel. Als een blok beton, ze spelen wel aanvallender natuurlijk. Ze dat is logisch. Volle bak. En ook in deze laatste minuten zijn deze twee ploegen nou, wat heb ik erover? Volkomen aan elkaar gewaagd. En ze geven niet op. Nu! Van zo'n voorzet is geen enkele verdediger wakker. Goed gezien, zeg, hij zag het gebeuren. En deze wat moest doen om die bal te onderscheppen. Hey. 5 minuten nog te gaan. Veel kans om er alsnog een gelijkspel van te maken hebben ze niet meer. Wie komt er met de bal uit? Oh, oh. Kom op, lange bal. Wat een actie. Die ging hard. Oh, de keeper houdt hem. Hij heeft hem zelfs klem. What the fuck? De doelman wil de bal ver naar voren trappen. Ja, hij stuurt ze helemaal naar voren. Verdediging. Oh, die is goed. Die was goed, die blok. Ah, weer ertussen. Geblesseerd heb ik zeker. Ja, ik heb geblesseerd. Kutzooi. Ja. Wel gewonnen. De stand is tuurlijk. 1-0. Lekker. Ja, natuurlijk. Even voorzichtig beginnen en dan gaat het vanzelf steeds. In ieder geval 1-0 gewonnen, jongens. Dat is hier wel prettig. Zo, dat was het dan. Zal er iets meer bal zitten? Ja, ze hebben geweldig tegenstand. Nou, oké. Okay. Ik zou zeggen, we staan. Ja, 6-18 punten. Norwich City trouwens ook 6-15. Bolton, Wanderers. Die staan op 14, dus het is wel spannend. Ik zeg jongens, geef een duimpje omhoog, tot de volgende keer. Bye bye. Haha, kijk eens, liken.